staat nu samen met twee ervaren dames, twee ervaren moeders. Niet haar eigen moeder, maar dus twee giraffendames die we hier al heel lang hebben en hier ook al jongen gehad hebben. En dat doen we eigenlijk voor dat ze in die groepsstructuur komt. Dus dat ze gewoon weet, hey, ik ben een giraf en ik hoef niet alleen in een hok te zitten, maar ik mag bij de rest. Nou, we hebben het eerst met één geprobeerd. Nou, die loopt erbij langs, die snuft er wat aan, die likt hem zelfs ook nog. Ik denk, nou, dat is een goed teken. En een andere oudere vrouw, en die accepteerde hem ook. En dat gaf wel hoop dat je gewoon een goede imprinting van de soort naar het jong krijgt.